Als je ontslag hebt gekregen, dan is dat natuurlijk nooit leuk en vaak moet er een heleboel geregeld worden. Er moet natuurlijk een nieuwe baan komen, je moet een sollicitatiebrief schrijven en misschien heb je daar wel wat hulp bij nodig. En daarvoor zijn de dames van het Ontslagcafé bij mij in de studio zijn Ine Ruijverok en Caroline Besseling. Hallo. Hallo. Wat doen jullie bij het Ontslagcafé? Wij willen mensen helpen op een laagdrempelige manier om met al hun vragen bij ons terecht te kunnen. En op gebied van juridische vragen, of ik ben bang om mijn baan kwijt te maken, hoe zit het financieel? Dus er zijn zoveel vragen waar mensen tegenaan lopen. En dan hebben we een team van experts die dan op een laagdrempelige manier gewoon antwoord geven. Of een luisterend oor bieden. En als ik het goed begrijp, is het dus voor mensen die hun baan al kwijt zijn, maar ook voor mensen die op het punt staan eventueel hun baan te verliezen. Klopt. Ja. Welke groep hebben jullie meer mee te maken? Als ik kijk naar wat er nu de afgelopen 4 keer aan vraag is gekomen, dan is het een beetje gemixt. Met het accent op mensen die toch wel hun baan net kwijt zijn of bezig zijn om het toch kwijt te raken. Het is een beetje gelijk verdeeld. Nou, en mensen die het al langer kwijt zijn. Ja, die echt al langdurig... En waarom lukt het die mensen niet om weer opnieuw aan de bak te komen? Ja, dat is per persoon verschillend. Er zijn natuurlijk toch niet zo heel erg veel banen, zeker voor ouderen niet. En wat ik wel meemaak is, als mensen langduriger zonder werk zijn, kost het best wel veel inspanning om gemotiveerd, enthousiast en bezig te blijven met je taak om werk te vinden. En hoe proberen jullie iemand dan weer te motiveren om toch op zoek te gaan? Door ze zeg maar in contact te brengen met elkaar. Dat is, zodat je het idee krijgt, of tenminste ook weet van, hey, ik zit niet in hetzelfde schuitje, dat weet je wel, maar om dat te merken is dat ook heel fijn. En om deze mensen toch te stimuleren om door te gaan en met na te gaan welke acties ze ondernemen, of dat de meest kansrijke zijn, of dat er misschien tijd is om eens ook iets anders te proberen, of nou ja, zo. En hoe ze hun energie, hoe ze hun energie hoog houden, dat ze niet alleen maar bezig zijn de hele week met werk zoeken, maar dat ze ook tijd inbouwen om voor zichzelf leuke dingen te doen en ontspanning, want anders wordt het zo groot. Dan is de druk heel erg hoog om alleen maar daarmee bezig te zijn. Ja. Ja. Nu er heel veel ontslagen vallen binnen het bedrijfsleven, winkelpanden die failliet gaan, moeten sluiten. Daardoor wordt het leeftijdsaanbod van mensen wat weer een nieuwe baan nodig heeft, weer groter. Merken jullie dat ook? Nou, er komen gewoon mensen van alle leeftijden komen bij ons. Het is wel een hele tijd geweest dat het de wat oudere werknemer was die bang was om een baan kwijt te raken. Maar het klopt inderdaad wat je zegt, dat de leeftijden nu heel breed zijn. Ja. Wat zijn nou specifieke do's en don'ts voor mensen die weer opnieuw op zoek willen gaan naar een baan? Ik denk dat dat een betere vraag is die Ine heel goed kan beantwoorden, want zij is een loopbaanadviseur. Ja, dus ik help mensen echt bij het vinden van werk. En de do's, dat is actief zijn, bepalen wat je wil vinden. En niet over jezelf praten als ik ben werkloos, maar ik heb een project en dat is mijn volgende baan vinden. Mm-hmm. Zorgen dat je weet wat je zoekt, dat je weet waar je goed in bent, dat je helder hebt waar je, wat je te bieden hebt. En actief te zijn, echt dingen te doen die die baan dichterbij brengen. Vinden mensen het lastig om van zichzelf te zeggen waar ze goed in zijn? Veel mensen wel. En er zijn ook veel die het idee hebben dat ze dat wel weten. En dat ik dan aanhoor en denk, nou, je mag best nog wel wat concreter worden. En veel mensen vinden het lastig om te bepalen wat ze eigenlijk willen vinden. Die hebben het idee, als ik me nou maar breed opstel en me open, me breed opstel zodat ik gevonden word, dan vergroot ik mijn kansen. Dat is nou juist niet het geval. Het is eigenlijk hoe helderder je bent en dit is wat ik zoek. Je moet het juist toespitsen. Ja. En je moet dat ook concreet kunnen maken en benoemen. En dan kunnen ook de mensen in je netwerk kunnen je dan makkelijker helpen. Ja. Zijn er nou ook mensen die jarenlang in een bepaald soort baan hebben gezeten en die dan uiteindelijk toch besluiten, ik wil heel iets anders doen? Of komen ze daar via jullie juist achter? Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat het gebeurt. Als ik kijk naar heel veel mensen die lange dienstverbanden
hebben gehad. En op zo'n moment zitten van ja, ga ik nou door in het verlengde van wat ik altijd heb gedaan? Of eigenlijk wil ik wel iets anders, maar durf ik dat? Kan ik dat? En wat heb ik dan te bieden? En als je dan terug kan naar je ik noem dat drijfveren, hè, waar je eindelijk enthousiasme zit en waar je kwaliteiten zitten, dan zijn er vaak meer mogelijkheden als dat je denkt in het verlengde van het spoor waar je in gezeten hebt. En dan is het handig als je, daarvoor kom je vaak zelf niet achter, omdat je zo gewend bent om te kijken naar datgene wat er al is. Maar door bijvoorbeeld bij ons langs te komen om wat ideeën op te doen en op een andere manier te gaan kijken, zodat je andere stappen kan nemen, dan gebeuren er andere dingen. En dan is ontslag ook een kans. Ja. Om het om te gooien. En, de bekende één deur gaat dicht, de andere deur gaat open. Maar dat werkt gewoon echt zo. Dus mensen gaan door een heel lastig proces en daarna gaan er inderdaad allerlei deuren open. Maar een heleboel mensen zien dat op dat moment zelf niet zo. Nee, denk want ik. Die zien alleen maar problemen. Ja. Van hoe moet het financieel? Hoe gaat het met mijn huis? Hoe kom ik een andere baan? Die zien inderdaad alleen maar problemen. En als je daar doorheen bent en van wat wil ik nu eigenlijk zelf? Ja? In deze situatie. Want je hebt toch het gevoel van nou, ik ben richting deur geduwd en ik heb geen keuze, dan nemen mensen toch wel weer de regie in handen. En dan gaan kijken van oké, dan wordt dat mijn pad en mijn doel en dan ga ik het ook echt zo ook doen en omgooien. Ja. En dat is het mooie daarvan. Het is aan de ene kant een hele nare periode, een van de zwaarste. Geloof de derde zwaarste live in je event leven. Wat je mee kan maken aan shit. Ja, dus, scheiding, verhuizen, baan kwijtraken, dat is de top drie, hè? Ja. En sommige mensen hebben het alle drie tegelijk. Ja. En daarom hebben we ook bij het ontslagcafé een team van mensen, dat we op meerdere vlakken mensen kunnen helpen. Dus en juridisch, van kan ik mijn baan behouden? Dus ik voel aan mijn water dat ik mijn baan kwijt ga raken. Wat kan ik doen? Maar ik heb een vaststellingsovereenkomst gekregen. Krijg ik wel waar ik recht op heb? En hoe ziet het financieel, hoe ziet mijn toekomst eruit, hoe ga ik een baan vinden, hoe zit het met social media en ook emotioneel. Dus we zitten echt met een heel team van mensen om eigenlijk een vangnet te zijn. Dus iedereen kan bij jullie de carousel in. Ja, maar dat is mooi, want het mens staat niet alleen uit één ding. Ik ben mijn baan kwijt, dan zijn er toch vaak dingen die dan meespelen. Zijn er heel veel kritische juridische dingen die jullie tegenkomen waarvan je denkt, ja, met dat soort dingen moet je bij ons komen? Ja. Want mensen weten vaak bepaalde dingen niet, waar ze recht op hebben of bij precies, wie ze terecht kunnen of hoe ze iets aan moeten pakken. Ja, maar dat zijn juist de vragen waar wij goed bij kunnen helpen. En eigenlijk is het ook zo van kom zo vroeg mogelijk. Als je al aanvoelt aan je water van er gaat iets gebeuren in binnen bedrijf of ik heb een slecht functioneringsgesprek gehad. Kom dan, want dan kan je nog sturen. Kijk, en soms krijgen mensen een vaststellingsovereenkomst, een soort contractje om je arbeidsovereenkomst te beëindigen. Kom dan en vraag advies. Krijg je wel WW daarmee? Krijg je wel waar je recht op hebt? Kijk, al dat soort vragen, nou, dat zijn dus eerste hulp eigenlijk. Hè? En daarna krijg je de vragen van wat wil ik dan verder? Maar dat eerste stuk is heel belangrijk om dat goed te regelen en zorgen dat gegarandeerd is. En dan kan je, vanaf daar kan je het verder. En ook dat je het goed afsluit, het vertrek. Soms zijn er mensen die echt al jaren daar werken, die zijn helemaal vergroeid met het bedrijf. En dan is het alleen maar zuurder als je dan ook nog verbitterd weggaat natuurlijk. Ja. Nou, dat is dan het is fijn als je dan toch het gevoel hebt van nou, ik ben goed begeleid. Ik krijg toch waar ik recht op heb. Of ik krijg toch nog een afscheid. Of ja, je gaat niet met je staart tussen je benen via de achterdeur naar buiten. Kijk, dat is fijn als je daar gewoon bij allerlei vragen gewoon de hulp krijgt. Ja, helder. Ja. Wanneer is jullie ontslagcafé? Elke derde donderdag van de maand. Vanaf 7 uur 's avonds kan je binnenlopen en dan tot 9:00. In de Peperstraat, nummerstraat, nummer 20, Peperstraat. Ja. En mensen kunnen dus met allerlei soorten vragen tegen alles wat maar met ontslag, naderend ontslag, hoe afsluiten te maken heeft. Ja, baan vinden. Baan vinden. Ja. Oké. Okay. Nou, jullie doen goed werk. Ja, daar zijn we ook heel blij om. Dankjewel voor jullie komst naar de studio. Dank je wel. Dit was deze aflevering van Gouden Stad Magazine. Wilt u deze of eerdere uitzendingen nog een keertje terugkijken in HD? Dan kan dat via de optie uitzending gemist via onze website goudenstad.nl. Of u gaat naar ons eigen YouTube-kanaal RTV Gouden Stad. Graag tot volgende week.